Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Gold Run. En vandaag gaan we de Special Cup doen, het kroontje, bekend van alle Mario Karts bedoel ik. Waar iedereen eigenlijk altijd om vreest, bij deze game vind ik het wel meevallen. Maar ik vond bijvoorbeeld bij Double Dash, er zaten wel de meeste leuke banen in, alleen die was ook 150cc wel een van de pittigste om te doen. We werden natuurlijk al, ik weet niet meer, in welke was het ook alweer? In een van die cups werden we al natuurlijk de laatste ronde vlak voor de finish genaaid. Volgens mij was het in de tweede, in de Flower Cup. Maar hier ben ik gewoon blij als ik goud win, want we hebben straks ook Rainbow Road. Wat wel leuke banen zijn, want Rainbow Road zijn meestal mijn favoriete banen. Alleen wel wat pittiger, zeg maar. Overigens wat trivia over deze baan die we nu aan het doen zijn. Ik weet niet of jullie het weten, maar ze hebben het liedje, als jullie het goed kunnen horen. Ik weet dat in de eerste drie afleveringen de muziek best hard stond. Nu heb ik geprobeerd om in ieder geval ietsje zachter te zetten. Maar dat dit liedje gereused is van Mario Galaxy. Misschien herkennen jullie het wel, maar dat is een leuk beetje. Verder was de kwaliteit niet al te best van de eerste drie video's. Die heb ik achter elkaar opgenomen. Ik heb hem nu op een lagere FPS gezet. Dus ik hoop dat het gewoon wat clearer is allemaal nu. Het zal misschien wat minder mooi zijn omdat het 30 FPS is. Maar voor Mario Kart maakt het niet heel erg veel uit, denk ik. En ik hoop dat het daardoor niet zo blokkerig wordt als de eerste drie afleveringen. Want dat was natuurlijk wel een beetje waardeloos. Ik hoop het in ieder geval van harte. En zo niet, ja, dan moeten we of blokkeren gaan kijken of niet meer gaan spelen. Maar ik denk dat we voor blokkeren gaan kijken gaan, want ik vind het gewoon leuk om te spelen. En ik wil natuurlijk de DLC-baan ook. De DLC-banen wil ik natuurlijk ook heel graag gaan opnemen voor jullie. Kijk, we hebben in ieder geval een klein schildje in vorm van een banana. Banana phone. Last round. Laatste lapje. Oh, daar lag een muggel. Dat heb ik zo wel gewild. Oeh. Ah, doe eens even normaal, jongens. Is de tweede, dit is niet goed. Weer Dry Bowser, hè. Dat is, wisten jullie dat dat bij Mario Kart gebaseerd is op de character die je bent, die je rival is? Dat is echt zo. Bij mij is ik ben nu dan Dry Bones, dus zal het inderdaad Dry Bowser zijn of Koopa. Dat zijn namelijk characters die een beetje passen als... Oh, hij gooide niet. Gooi! Oh, hij gooide niet. Ik drukte ineens de verkeerde knop toe. Zie! Oh, wat een finish. Ik drukte de verkeerde knop, maar ik heb hem gefinished. Heel ziek. Dat doet altijd pijn. Jammer dat het niet van een echt persoon is, maar dat kan heel veel pijn doen. Oké. Ik vind dit niet zo'n leuke baan overigens. De droge, droge duinen. En Toads aan de zijkant. Shy guys. En we hadden het net over Rainbow Road, maar de Rainbow Road in deze game is wel de minst leuke Rainbow Road die er bestaat. Tenminste, die van deze ding dan, zeg maar. Want je hebt ook een Rainbow Road van andere... van andere Mario Kart. En die zijn wel iets... die zijn wel iets leuker die in deze game zitten. Maar wij willen de tricks niet echt leuker merken vandaag. Hey. Hé, hey, het gaat slecht. Boys en girls, het gaat slecht. Je had geen puiter langs. Oh, heb je Pinko Peach? Nou, die mag er ook wel zo. Die mag ze ook best gewoon verwijderen uit de game. Daar heb je nog een droge Bowser. Kut. Oh ja, dat
ging echt goed. Ik loop zelf in de weg, zie je dat? Dan lopen drybones in de weg. En dan ben ik zelf. Dan word je gewoon een buttfuck door mezelf. $130 voor de vluchtstrook. Gaat nu best oké. Mario Strikers is aangekondigd en ik heb best wel zin in die game, zou ik willen zeggen. Ik heb best wel zin in die game. Oké, we zijn weer eerste geworden. Dit gaat goed. Dit gaat goed, jongens en meisjes. Paarden en honden. Non-genderneutrale mensen. Let's fucking go. Au. Okay. Dit is een beetje een rare baan in. Dit is ook zo chaotische baan, hè? Oké, daar hebben we niks aan in die muntjes. Even jeuken, dat moet ook gebeuren. Voor recht stuk kan dat mooi. Op je laser trailings. Au. Dat vuile droogbouw. Wow, doe eens normaal, jongens en meisjes. Allemaal maar op mij spammen. Ik word hier gewoon gefocust. Vlieging. Heel nice. Oh yo, opeens baby Peachy. Slipstream, nice. We staan nog steeds eerst. Ik hoop dat de concurrentie ver weg blijft. Nice, kijk. Banaantje op de wagging. Ziek, we zijn weer derde geworden. Nu kan het niet veel meer fout gaan om de gouden cup te halen, wat natuurlijk de bedoeling is van deze serie. Maar het zou ook leuk zijn om zo'n 3-sterren gouden cup te halen. Maar dan moet ik nu eerste worden. In regenboogrood, de minst leuke regenboogrood die er is. En ook de lelijkste.
Ook werd er al bijna meteen afgesmashed. Die vind ik altijd pittig. Die vind ik ook nooit echt leuk, omdat het gaat er gewoon te hard voor. Om jezelf te kunnen saven, zeg maar, met goede sturing. Hoe kan hij sneller zijn? What the fuck? Auw. Mooie bocht. Ja. Oh, ik kreeg een boostie. Dat is zeer zetting. Oh, krijg je die onzin ook nog. Ik heb hem volgens mij afgesmaakt, alleen ik heb mezelf er ook afgesmaakt. Dat is zeer zet. Kijk, dat zijn weer twee. Oh, word je ook werd geramd? Hier heb ik toch niks aan. Wauw. Wauw. Oké. Het is nog geen ramp allemaal. We staan weer eerst. Weer geen boost, echt kut. Oh joh, er werd opeens geswitcht. Ah. Nee. Wauw, ik word gewoon teruggepakt. Wat een onzin. Het is Flower Cup all over again. Wauw. Zo jammer dit. Ja, in ieder geval hebben we de Gouden Cup. En daar ging het uiteindelijk om. Droge bonik, booming. Iedereen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Dry Bowser ook een bitch? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je heel erg weer de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog. Adios, amigos.